We staan stil bij het feit dat de International Campaign for Tibet al 10 jaar in Europa actief bezig is voor het behoud van de Tibetaanse cultuur en voor het bevorderen van de mensenrechten in Tibet. En ter gelegenheid van dit feit heeft de Nederlandse cineaste Clementine Ederveen een prachtige film gemaakt, Kindness, A Letter from Tibet, met aangrijpende episodes van het werk van de International Campaign for Tibet. U gaat nu kijken naar een impressie van deze bijzondere film. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat His Holiness de Dalai Lama uit Tibet vluchtte. Het markeert de start van zijn vreedzame strijd, 50 jaar lang, voor het behoud van de eeuwenoude Tibetaans-boeddhistische cultuur, gebaseerd op de principes van wijsheid, respect, compassie voor al wat leeft. Wie geraakt wordt door zijn boodschap, wie gelooft dat vrijheid van meningsuiting, dat vrijheid van godsdienst, behoort tot de fundamentele rechten van de mens, die kan en wil niet werkeloos toekijken hoe structureel deze mensenrechten in Tibet op dit moment worden onderdrukt. Die wil iets doen. De essentie van de Tibetaanse cultuur is gebaseerd op mededogen. Het vergroten van het geluk en het verminderen van het lijden van anderen. Maar de Tibetanen geloven dat compassie pas echt gedaante krijgt als je actief anderen helpt. En dat is nou precies wat de International Campaign for Tibet doet. Hier in Nederland, al die leden. Maar net zo goed die duizenden en duizenden Tibet-supporters overal in de wereld. Met elkaar knokken voor het behoud van de Tibetaanse cultuur. Het erfgoed van de Tibetanen. En dat is van belang. Niet alleen voor het Tibetaanse volk. Het verrijkt ons ook. Dus we doen het ook voor onszelf en voor onze kinderen. Laten we dus zorgen dat het Tibetaanse volk op ons kan blijven rekenen. Amalapula loksu sangboyu pironang Mo tangche desha? Mare mo tuzu sangbojik la kone dedo. En dan wil ik nu het woord geven aan Tsering Champala. While standing here, I was looking at the banner that is hanging from the New Kerk. A nation stays alive when its culture stays alive. What a beautiful phrase. It's beautiful. And that's exactly what we are asking in Tibet. China's lack of trust in His Holiness the Dalai Lama and the Tibetan people is one of the most critical obstacles we currently face. The Chinese side is continuing to accuse His Holiness of pursuing some sort of hidden agenda. The IOC, I speak now as a member of the International Olympic Committee, does not feel it's appropriate for it to question the rules and laws of a country. If it happens that during these 280 days, Tibet National Olympic Committee does not gain the recognition, the official right to participate in the Olympic Games, then your athletes have to participate under China's flag.
om het opnemen van die liedjes hebben we 5, 6, sommige van mijn vrienden 9 jaar strafverlenging gekregen. Ik zelf kreeg 8 jaar strafverlenging daarvoor. We called 2 slogans. One was Free Tibet and the other one was Long Live His Holiness the Dalai Lama. After my arrest, I was taken to Gutsa prison. They handcuffed me with my hands on my back. They put their knees on my shoulders and they pressed so much that something clicked and my hands reached to each other and they were able to handcuff me like that. After 15 years in prison, I was released. 3 years imprisonment. 9 years imprisonment. 8 years imprisonment. 10 years imprisonment. As we all know, the United Nations is involved in many, many conflicts in many other parts of the world. Tibetan people, we have not given up on the UN. It looks like the UN has given up on us, upon Tibetan people. We still have hope, because hope is the only thing what we have at this moment. China heeft vandaag zijn greep op Tibet nog verder versterkt. Buitenlandse verslaggevers melden dat lange kolonnes Chinese troepen de opstandige provincie inrijden. Chinezen doen er alles aan om de opstand van de Tibetanen zo snel mogelijk te beëindigen. Yeah, I think that the last couple of weeks has really been extraordinary for all of us. Tussen die 3.000 tot 5.000 monniken zijn wel op straat gegaan. En de studenten van de universiteit doen ook mee. En dan gaan richting naar Chinese officiële gebouwen en vragen voor de terugkeer van de Dalai Lama. Maar dat is nog nooit eerder gebeurd. Nog nooit eerder gebeurd. Als mensen nu niet wakker worden, ik weet niet dan wanneer. Oké. Waar zijn jullie jam dit doen? China to come to Tibet. They invaded us, and they are still there. Now, His Holiness Dalai Lama, as we all know, the symbol of non-violence, symbol of peace, not only for his people, but across the world. Now, we, while we stand here, make our commitment, my friends, to help him. Help him, because he and his people need help, your help
anything more than in our 2500 history. Rangshin nyenpe simjin ni. Rangshin nyenpe simjin ni. De duk taksa nyen tong tse. De duk taksa nyen tong tse. Tsering dek tulana halawre. Kazunda nga chemba jit. Vandaag vanaf nu, van 12 tot de diep van de nacht, gaan we door alleen maar praten over Tibet. Als iemand in China zegt, ik weet dat jullie ook Tibet zijn. Alleen in handelsmissies richting China gaan. Ik vind dat de overheid daar geen steun aan moet geven. Ik wil niet naar die openingsceremonie te gaan. Maar op dit moment houden we de dialoog open. Wij vinden dat de Nederlandse regering in ieder geval niet bij de openingsceremonie moet zijn. Maar daar liggen ze in China echt niet wakker van hoor. Balken en de wie, zullen ze zeggen dan. Ja. De Dalai Lama uitnodigen naar Nederland. Dat zou voor de Chinezen echt een enorme klap in het gezicht zijn. Maar China moet op dit moment wel laten zien dat ze serieus is met de mensenrechten, met de vrijheid van meningsuiting, met Tibet. De bal ligt bij China. De Tibetanen ondersteunen in het komen tot echte onderhandelingen. Of de mensenrechtenschendingen in China ook tegen de eigen bevolking aan het toenemen zijn. De Nederlandse mensenrechtenambassadeur na Tibet om te zorgen dat er ook verslag gedaan kan worden. Nodig de partijen maar uit naar een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Nederland kan dat ook. Chambala, tiri pogo tike sama te yona kante yawo chonsa. Te dani mune yawo shiyo. Mune yawo shiyo simsha. Yawo shiyo simsha. Yawo simdo wa. Pomo kiran tsuni. Tsingi marwa. Leta. Sunam sambu chi sabegi. Tapki ane tsetane. Kiran tsuni. Sangegi sun. Tinde sa chimbuchi. Jegu chongshi. Ta ke chimbu karresina. Tuk gündüne. Ani lojong de gola samlata. Ani nyamlenji chi tuk duge. Diyawo chinyaa.
Iedereen neemt zijn lot mee. Dat bepaald is. Het is in jouw handen hoe jij het maakt. Als je ooit nog eens terugkomt. Als je ooit nog al die tijd. Als je ooit nog eens terugkomt. Zal het zijn in de... Neem je op een dit jaar voor je?